mensen nog twijfelen om zich te laten vaccineren en als de COVID-situatie niet serieus wordt genomen, zal de vrije keus die men nu heeft voor de vaccins verdwijnen. Ghafir Hassin, coördinator van het Nationaal Coördinatieteam, zegt dat de vrije keus voor vaccins niet meer vol te houden zal zijn als steeds meer vaccins vervallen. We kunnen nu absoluut niet meer veroorloven om vaccins weg te gooien. Los van het feit dat het zonde is, zal de welwillendheid van donoren naar Suriname toe ophouden. En wij hebben niet het geld, u ook niet, om zulke dure vaccins te blijven kopen. COVID is here to stay. Golven gaan blijven komen zolang we met de wereldbevolking onder de 40% vaccinatiegraad zitten. Dus ik denk dat we er alles aan moeten doen om onze rijkere broeders tevreden te houden. Een groot aantal vaccins zal binnenkort vernietigd worden omdat ze vervallen zijn. Volgens Hassin gebeurt dit voor het eerst sinds Suriname vaccins gedoneerd heeft gekregen. En dat gaat over de partij AstraZeneca die eind oktober verliep. En daarvan moeten we 877 flacons, dat zijn ongeveer 9500 doses, die moeten wij dus vernietigen. Dat is heel erg zonde, dat is heel veel geld. En dat is, is ook heel veel welwillendheid wat wij moeten weggooien. De reden waarom we zoveel moeten weggooien heeft te maken met het feit dat wij eigenlijk de mensen verwennen. Want wij zijn een van de weinige landen in de wereld waar gevaccineerden of mensen die zich willen laten vaccineren een vrije keuze hebben voor het vaccin. Dus we hebben, ondanks het feit dat we een grote voorraad hadden, hebben we toch iedereen de vrije keus gegeven met het risico en dus het uiteindelijke resultaat dat we met een niet meer te gebruiken voorraad zitten. Van het moderne vaccin vervalt een deel in december en van Pfizer in februari 2022. De partij Sinopharm vaccin is tot 2023 houdbaar.